Hallo, ik ben Bas Mullekramer van Mullekramer Training in Soesterberg. In dit instructiefilmpje laat ik u zien hoe u de calibratie van uw geluidmeter kunt controleren. De Nederlandse wet eist dat u uw geluidmeter controleert voor en na elke meetserie. Dat gebeurt met behulp van een akoestische calibrator. Er bestaan vele soorten. Vandaag gebruik ik een BNK 4231. Deze levert een zuivere toon van 1000 Hz met een geluiddrukniveau van 93,9 dB. Een akoestische calibrator moet jaarlijks worden gecontroleerd door een erkend laboratorium. Erkende labs kunt u vinden op de website van de Raad van Accreditatie rva.nl met als zoekterm akoestisch. De controle van uw geluidniveaumeter doet u door de akoestische calibrator voorzichtig over de microfoon te schuiven, aan te zetten en deze zo in te stellen dat u LP, SPL of LAF inst kunt aflezen. Maar in elk geval geen LEQ, piek, LMAX of LMIN. Als uw geluidniveaumeter al 93,9 dB aangeeft, hoeft u niets te doen. Anders moet u de meter justeren. Dat betekent bijregelen totdat de juiste meetwaarde wordt verkregen. Dat gaat als volgt. Breng de calibrator aan over de geluidmeter zoals hier afgebeeld. Zet de calibrator aan. Mocht er nog een meting lopen, stop die dan met deze knop. Druk de calibratieknop in. Kies het woord calibration en druk select. Zorg dat in deze regel van het scherm het getal 93,9 dB komt te staan. Als het nodig is, kun je dat aanpassen met de op- en neerpijltjes en kiezen tussen hele dB's en tiende dB's met de links- en rechtspijltjes. Kies de linker selectknop om het kalibreren te starten. En nog een keer. Op dit moment vindt de calibratie plaats. Als alles goed is gegaan, druk op accept. Nu wordt de calibratie opgeslagen. En tot slot twee keer op de knop close om terug te keren tot het hoofdscherm. De meter is nu correct bijgesteld en kan worden gebruikt. Vergeet niet om de controle aan het einde van de meetserie te herhalen en vooral om die twee controles op te nemen in uw meetrapport. Een voorbeeld van een meetrapport staat op mijn website. Sommige geluidniveaumeters bewaren de calibratiehistorie zodat u dit kunt automatiseren. Als u over dit filmpje vragen heeft, bel me of stuur me een e-mail en dan zal ik uw vragen kosteloos beantwoorden. Veel succes!